GPTV ging op zoek naar het DNA van Friesland in Europa. Op een reis van 6500 kilometer ontmoeten wij overal Friezen onmutens. In 11 uitgebreide filmportretten maakt u kennis met Friezen in Europa. Waarom gingen ze eigenlijk weg uit het heitelon? En zijn er nog bindingen? Kortom, voelen zij zich nog steeds Fries? Vandaag alweer de 10e aflevering van Fries DNA in Europa. In de voorgaande uitzendingen maakte u al kennis met een aantal Friezen dat geëmigreerd is naar Europese landen. Is hun Fries DNA nog aanwezig en is het Fries zijn nog belangrijk in hun leven? Ik ga gewoon in Leeuwarden naar de kapper. Serieus. Frank, maar is mijn kapper in Leeuwarden. En, nou ja, ik ga wel eens hier omdat het dan een beetje de spuigaten uitloopt. Maar ja, ik ga gewoon heel graag naar in Leeuwarden. Het is gewoon wonen, werken, de weekends lekker plezieren in Parijs of buiten Parijs. Je ziet het wel, ze komen allemaal hierheen. Het is gezelligheid, het is met elkaar. Meerskip zeg ik maar niet, want het is een beladen woord. Maar dat is het wel, dat is het wel een klein beetje hier met z'n allen. Ja. Frieske taal of Spaans? Frieske taal, denk ik. Ja. Het is hier een hectische gekkenboel met scooters en ambulances en weet ik het al hier. Ik ben soms de rest van de grijden. Heb ik altijd zijn dat er weer een Elfstedentocht komt, maakt het me natuurlijk weer in de wereld ik ben. Ik leer alles lezen en steken, maar daar kom ik voor thuis. Dat met zo'n groot feest worden, daar word ik bij wezen. Harlingen is, nou ja, dat blijft in je hart natuurlijk. Hè. Je bent hier opgegroeid, je hebt hier de leukste ervaringen van je leven opgedaan. En dat blijft. En hoe zwaar gestoot dan ervoor dat je die Frieske DNA in Zwitserland net verliest? Heel simpel. Net via de zwaarkomst. Die eigen wortels. Maar beide voort naar Broemlio. Ik noem wat af en toe eens eventjes een frikandel of een kroket of misschien een Friese droge worst. Dat soort dingen, ja, die heb je hier niet en ja, die mis je dan wel. Ik ben bij onze oostenburen in de bondshoofdstad van Duitsland, Berlijn. Berlijn is een metropool en geldt in Europa als een van de grootste culturele, wetenschappelijke en politieke centra. De stad is bekend wegens het hoogontwikkelde culturele leven, nachtleven, musea, de liberale levensstijl en zijn geschiedenis. Vandaag ben ik bij Johan, die woont en werkt in hartjecentrum Berlijn. Kom maar mee. Johan, bedankt dat je ons hebt uitgenodigd. Graag gedaan. Leuk dat jullie er zijn. Ziet er echt cool uit dit. Dankjewel, dankjewel. Dit is mijn galerie en studio, The Cheese Mountain Tragedy, Kreuzberg, Berlijn. Hoe ben jij hier terechtgekomen? Ik ben hier gekomen via natuurlijk allerlei omwegen. Uiteindelijk vrouwen. Ik heb veel gereisd. Ik vond Berlijn altijd leuk. Ik heb het uitgeprobeerd voor een jaartje en dat is nu 12,5 jaar geleden. Dus, ja. En vertel eens, wat is er in die 12 jaar gebeurd? Ah, heel veel. Wat is er gebeurd? Ja, dat is echt bijna te veel om op te noemen, maar ondertussen heb ik 3 galerieën. Dus, in een notendop, vertel. Juist, 12 jaar geleden, wat is er gebeurd? Ben ik hier gekomen, huisje gezocht, gevonden, aan het werk gegaan, op een rommelmarkt begonnen. Toen na 2 jaar rommelmarkt te doen, mijn eigen galerie geopend, samen met een Amerikaanse kunstenaar. Dat is uitgegroeid tot uiteindelijk 4 galerieën met z'n 2, waarvan ik mede-eigenaar ben bij 3. Ja, en hier ben ik. En waarom Berlijn? Kon het niet in Friesland? Nou, ik denk niet in deze vorm. Ik wilde gewoon heel graag reizen. Dus ik wilde meer van de wereld zien. Dus ja, dat was de reden om Friesland dan ook te verlaten. Niet dat ik niet graag terugkom. Ik kom zelfs heel graag terug. Ik ben graag nog in Sneek. Ik heb veel vrienden daar, veel familie. Dus altijd mooi om thuis te komen. Maar ik wilde gewoon graag reizen en de wereld zien. En ja, dat is uiteindelijk geëindigd in Berlijn. En, ja, dat is... Dus begon op een rommelmarkt en uitgegroeid tot een ware kunstenaar met, wat is het, 4 ateliers? Nou ja, goed, we hebben 4 galerieën in de stad. Ja, ja dat is het ondertussen. Ja. Ja. En wat maakt dat jij zo groot bent? Wat typeert jouw kunst? Wat typeert mijn kunst? Ik denk dat mensen de monsters leuk vinden, dat ze mijn verhalen lezen kunnen, zich identificeren kunnen misschien met de monsters en wat de monsters beleven. Ja, ik denk dat er gewoon een goede connectie is tussen mij en mijn publiek door mijn werk. Dus er zit een heel verhaal achter jouw kunstwerken? Nou ja, ik wil niet per se zeggen een heel verhaal. Sommige zijn gewoon een moment, andere hebben misschien meer diepgang. Maar ik vind het ook fijn om niet een volledig verhaal te dicteren. Ik vind het heel mooi als ook jij je eigen verhaal in mijn werk ontdekt en dat gebeurt ook. Dus zowel jong als oud kan er iets in ontdekken waar ze iets mee kunnen blijkbaar. En ja, dat is denk ik het mooie. Want even kijken, waar is dat ene schilderij wat ik nou net zag met A, B, C? Moet je me even helpen? C, A, B, C hier? Ja, dat is hem, ja. Ja, nou, dit is, de schilderij heet A Horrible Scene. Nou, misschien zal ik het daarbij laten en kun je zelf dan... Ik vind het wel een horrible scene, ja. Ja, toch? Ja, die hoeven niet veel te vertellen. Inderdaad, wat dat betreft dan ook een variatie op een perspectief. En ja, daar zit hem dan de grap in. En ik vind dat gewoon heel leuk om met die figuren dan characters te maken. Een banana sheriff. Ja, ik vind het geweldig zelf en ik teken heel graag dat soort figuren. Ja. Hoe kom je op zoiets? Ja, ja, hoe kom je op zoiets? Ik teken gewoon heel graag, ik teken altijd. En ja, mindless, zonder erover na te denken, ga ik schetsen. En ja, een lijntje wordt een vormpje en een vormpje is een figuurtje. En een figuurtje is een deel van een verhaal. En het is een spelletje. Het is, ik heb niet per se dat ik zeg van, oh jee, ik moet iets met deze verschrikkelijke wereld. Dat moet ik verwoorden in een schilderij. Ik teken gewoon heel veel en uit die honderden tekeningen worden misschien 3 een schilderij. Dus. En je doet commercieel werk en niet commercieel werk? Ik heb 2 agenten, eentje in Sydney, eentje in Amsterdam. Voor hun doe ik commercieel werk, dus dat is dan voor reclamebureaus of campagnes. Af en toe, omdat ik het liefst mijn eigen werk maak. Dus. Noem eens iets commercieel, waar kunnen we jou, waar kan de kijker jou terugvinden? Ja, de kijker, ik weet het niet. Ik doe veel commercieel werk in Australië, dus dat is dan lastig voor de kijker om te zien. Ja, wat... Ik heb zoveel gedaan, dus schiet me even niks te binnen. Maar dingen als Nivea, Pepsi Cola, Playboy, dat zijn grote namen. Dus ja... Berlijn is een van de machtigste metropolen van de wereld aan het worden. Voor iedereen is er plaats. Johan Potma woont in Kreuzberg en dat is de place to be. Hij nam ons mee op een fietstocht en zo kwamen we op de meest markante plekken. Opvallend is de relaxte sfeer op de talloze terrassen. Het was meegenomen op een biketour door Kreuzberg. Ja. Ja. Hey, Berlijn wordt ook wel een metropool genoemd. Een hele culturele stad. Ja. Heel gevarieerd. Wat kun je over Berlijn vertellen? Ja, oneindig veel. Berlijn bestaat uit zoveel wijken en verschillende gemeentes die samengesmolten zijn tot deze grote stad. Dus, ik zelf woon in Kreuzberg. Die wijk verlaat je bijna nooit. Het is zo groot. Dus, je hebt een klein stukje, een klein hoekje op de fiets ervan gezien. Ja, ondertussen zijn we nog niet zo heel ver van huis, maar we komen waarschijnlijk op onze tour de wijk niet uit. Er is gewoon zoveel te beleven in één zo'n hoekje van de stad al. Wat valt hier allemaal te beleven? Ja, ook dat is heel veel. We zijn net langs een skatepark gefietst. We staan hier in een park bij de Vrijzwimmer. Je hebt hier het water, de parken, cultuur. 100 meter verderop zie je nog een toren van de oude muur, een oude wachttoren waar je in kan. Ja. Gewoon een groot festival, dat hele Berlijn. Het is net een festival. Ja. Het is ja, heel fijn bewegen door zo'n stad. Over festivals gesproken. Je bent pas geleden teruggegaan naar Friesland, vertelde je mij? Klopt. Ik was uitgenodigd voor het Jailbreak Festival in Leeuwarden. Ja, fantastisch. Echt een hele goede tijd gehad, leuke mensen ontmoet. Het is lang geleden dat ik een tentoonstelling heb gedaan in Nederland, dus voor mij was het ook weer even terugkomen naar huis. En ja, het was echt een hele mooie ervaring. Hoe reageerden de Friesen op jouw kunst? Ja, super ja. Wederzijds, het was fantastisch. Ja. Zij vonden mijn werk leuk, ik vond het fantastisch daar te mogen zijn. Ja, als ik mag kom ik heel graag volgend jaar weer. Hoe vaak ga je terug naar Friesland per jaar? Nou, ik denk 3 keer, 4 keer. En het is natuurlijk zo dat heel veel vrienden en familie komen ook hier naartoe. Omdat voor hun is het ook leuk om in deze stad te komen. Dus die is zoveel te beleven. Ja. Dus ja, maar behalve het is een metropool, Berlijn. Ja. Het heeft allemaal verschillende wijken. Het is volgens mij ook heel gevarieerd qua publiek. Het is groen. Ja, het is heel groen. Ja, het is net een park. Ja. Dus jij gaat hier voorlopig nog helemaal niet weg? Ik blijf nog wel eventjes hier. Ja. Ik heb het erg goed naar mijn zin. Ja. Ja, ja. Nou, ik zeg laat op de fiets stappen, want ik ben wel benieuwd naar de rest van Kreuzberg. Yes, let's go! Oost-Berlijn, Unter den Linden. Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels, waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wacht wordt gewisseld. Waar het daar gewoon over alle gebouwen loopt. Bizar, bizar. Er is in die tijd veel bereikt. We zijn ondertussen nog steeds in Kreuzberg, op de Slesische Straße. Een bekend braakliggend terrein, bekend om de muurschilderingen van onder andere Blue, een straatkunstenaar die dit soort werk over de hele wereld maakt, gigantische formaten. Voorheen was het braakliggend, ondertussen is het een soort met, ja, dorpje geworden. Mensen die dakloos zijn of geen zin hebben om huur te betalen wonen hier en dat wordt getolereerd. Ja, een mooie plek. Zelfs hier zie je gewoon de cultuur weer terugkomen. Ja, dat ook. Ja. Dat ook, ja. Kun je wat vertellen over dat kunstwerk? De schilderijen van Blue, beide daar gevangen zijn van je eigen rijkdom, lijkt me dat. Ja. En deze gaat over ja, dat Oost en West elkaar ontmoeten. Ja. Ik zeg, daar kan ik er niet over vertellen, maar... laten we doorfietsen naar de restanten van de muur. Ja, yes? Is goed. West-Berlijn, de Kurfürstendamm. Er wandelen mensen langs porno en piepshow, waar Mercedes en cola nog steeds op een voetstuk staan. En de neonreclames die glitteren blokken. Kom dansen, kom uit. Wat Berlijn nou anders maakt is natuurlijk zijn geschiedenis. Hè? De stad balanceert tussen Oost en West. Wat merk jij hier nog van? Ondertussen niet zo heel veel meer. Maar natuurlijk is er heel veel gebeurd. In 1989 is de muur geopend en zijn beide helften samengegaan. Ja, in het begin, ik ben er toe geweest met mijn vader toen de muur open ging. Dat was heel spectaculair om mee te maken. De mensen die de muur omhamerden. En ik ben destijds ook in het oosten geweest en dat was toen echt heel anders. Ondertussen is het verschil ja, niet meer zo duidelijk. Er zijn nog kleine dingen waar je aan kan zien of je in het oosten of westen bent. Onder andere de bestrating of gebouwen. Waar het oude Berlijn, de oude gebouwen, de oude architectuur pontificaal naast nieuwbouw staat. Wat je misschien daar in de verte een beetje kunt zien. Dat grijze gebouw naast een oud gebouw. Ja, dat zie je in Berlijn nog wel heel veel. Dus die hele harde mix. In 1990 was jij bij de val van de muur, de val van het communisme. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, ik was 15, jonge skateboarder. En, ja, destijds waren de beelden op televisie dat hier heel veel gaande was, revolutie. En ja, ik was me dat niet zo bewust, hield me daar niet heel veel mee bezig. Maar mijn vader zei van kom, we gaan er naartoe. En we zijn 's nachts in de auto gestapt en naar Berlijn gereden. En als ik daar nu aan terugdenk is dat natuurlijk wel een heel bijzonder moment geweest om hier te kunnen zijn toen. En ja, dat mee te maken. Er gebeurde hier natuurlijk ja, waanzinnige dingen toen. De wereld veranderde zich. Ja, want sinds de val van het communisme, wat is er nou allemaal zo veranderd? Nou ja, er is geen communisme meer hier. Dus dat is een slechte vraag. Ja. Ja. We hebben weer even een pitstop gemaakt. Vertel eens, waar staan we nu? We zijn ondertussen in Onkel Zozo. Een van de galerieën die ik in Berlijn heb. Deze zit in de Oranienstraße in Kreuzberg. Nog steeds zijn we in Kreuzberg, we zijn de wijk nog niet uit geweest. Ja, deze heb ik samen met Matteo, die Amerikaan waar ik eerder al over vertelde. Ja, en hier verkopen we ook ons werk. Ja. Wat mij opvalt, want we hebben best wel een stukje gefietst door Kreuzbergen. Het is allemaal kunst, het is allemaal cultuur. Ja, het druipt van de wanden af aan alle kanten. Ja, absoluut. Het is een super inspirerende stad wat dat betreft. En, ja. Trekt dit daarom ook veel kunstenaars? Ja, dat denk ik wel. Naast het feit natuurlijk dat het niet een hele dure stad is. En nou ja, wat je al een beetje hebt kunnen zien, de levenskwaliteit is gewoon heel hoog. Je krijgt veel voor weinig en ja, dat trekt natuurlijk kunstenaars aan die allemaal niet zoveel geld hebben misschien. Maar ondertussen verandert dat natuurlijk. De stad wordt steeds duurder, de huren gaan omhoog. Ja, dat merk je wel heel sterk. En toch blijft de atmosfeer heel chill, relaxed, prettig. Absoluut, ja, zeker weten. Ja, absoluut. Ja. Ja. Waar ga je ons nu mee naartoe nemen? We gaan nu even naar de Ankerklaus, we gaan een biertje halen. Top, doen we. Go. Yes. Johan? Brood. Tjoch. Tjoch. Nou, zo op het eind van onze fietstour ben ik eigenlijk heel erg benieuwd naar jouw Fries DNA. En dat wil ik wel eens even peilen. En dat doe ik door middel van een quizje. Ja, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, de eerste vraag. Een braadwoest of een Frieske droegewest? Allebei. Een pulbier of een pilsje? Allebei. Slager, muziek of Frieske troubadour? Slager. Langlaufen of schaatsen? Schaatsen. Oktoberfest of Sneekweek? Sneekweek. Uiteraard, uiteraard. Dat wie hem. Ja, dat wie hem. Nou, dat is 50-50 volgens mij. Cool. Ik ben nooit zo goed in quizzen, maar ja, deze ging wel. Ja, deze ging wel toch? Kort maar krachtig. Oké, nou ja, 50-50. 50 Duitser, 50 Fries, als ik het zo een beetje bouw. Nou, volgens mij wel. Maar waaraan kan een Duitser nou merken dat jij Fries bent? Aan mijn koppigheid, denk ik. Aan het feit dat ik in Nederland kaas koop en hier opeet. Dat ik op een Nederlandse fiets fiets. Dat zijn toch wel de drie dingen? Misschien wel. Ja. Hoe vaak ga je terug naar Friesland? Ja, 3-4 keer per jaar ongeveer, denk ik. Ja. Wat kom je dan doen behalve naar Jailbreak Festival? En, nou ja, goed, mijn familie woont in Sneek. Ik kom heel graag in Sneek. Ik heb veel vrienden in Sneek. Dus ja, er is altijd tijd tekort als ik in Nederland ben. En ik ben doodop als ik weer naar huis kom, maar altijd weer gelukkig hier ook weer te zijn. Dus ja. Wij drinken het biertje op en dan gaan we terug naar jouw zaak. Want jij, thanks. Ah, dat was een mooie cultureel fietstocht jij. Ja toch? Ja. Dat was leuk, ja. Ik begrijp geloof ik wel waarom jij je als kunstenaar hebt gehuisvest hier in Berlijn. Nou, dat is mooi. Ik ben blij dat je dat ook zo ziet, ja. Ja. Ik begrijp het volkomen, maar nou rest mij nog één vraag. Denk je dat je ooit weer permanent teruggaat naar Friesland? Permanent terug naar Friesland? Ja, weet ik niet. Ik heb in mijn hele leven nog nooit iets gepland en ook dat ga ik niet plannen. Ik ben altijd blij weer terug in Friesland te zijn. Ik ben altijd blij weer terug in Berlijn te zijn. Dus hou er zo. Een halve emigrant? Misschien, ja. Ja. Heel erg bedankt en... Ja, jullie bedankt. Tot ziens. Geniet ervan en heel veel succes met jouw carrière. Dankjewel. Dankjewel. Berlijn is een stad vol met cultuur en historie. Nieuwsgierig naar meer Fries DNA? Kijk dan volgende week woensdag weer naar GPTV. Ik zeg bis nächste Woche en tjus. Auf Wiedersehen.